Hallo dames en heren en super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En in deze video ga ik jullie uitleggen hoe het zit met de Nijmeegse Vierdaagse. Want ik had vorige week beloofd dat ik zou vertellen hoe het allemaal daarmee gaat zitten, ja. Want er is namelijk wat speciaals aan de hand met mij en de Vierdaagse. Ik loop namelijk niet individueel, maar samen met het V-team. Het V-team? Ja, het V-team. Wat houdt het eigenlijk in? Het is een team van 101 kinderen die samen voor het eerst op 12-jarige leeftijd de Vierdaagse lopen. En daar hoor ik ook bij, want ik ben 12, want ik kom uit 2005. En ik loop voor het eerst de Vierdaagse, dus dat is het V-team. En dat is een samenwerking gedaan met de kindercorrespondent. Dus, wil je mij volgen op televisie, want dat kan gewoon, of het V-team... Eigenlijk zijn we te volgen op alle kanalen, zowel SBS als NOS, als RTL, Jeugdjournaal ook volgens mij. Dus daar kun je mij en de rest van het V-team allemaal volgen tijdens de Vierdaagse, want die is volgende week dinsdag, dan begint die. En die eindigt volgende week vrijdag. Dus wil je mij volgen? Ja, kijk daar even zeker op. Maar wat houdt het V-team nou eigenlijk in? Wat doen die? Die lopen voor vrede, vrijheid en vriendschap, daar staat de V voor, en ook van de Vierdaagse natuurlijk, maar ook vooral van vloggen. Dus ik ga ook vloggen tijdens de Vierdaagse voor het V-team, maar ook voor mijn eigen YouTube kanaal. Aan het einde van de Vierdaagse, niet deze week, niet aankomende week, maar die week erop, zul je ook nog een vlog daarvan zien. Nu komt de stoomtrein eraan, dat is wel even leuk om te vertellen. Ik weet niet of je het kan zien, maar iedere dag komt hier dus de stoomtrein langs. Waarschijnlijk niet. Ga nou door met de video. Als je goed kijkt, zie je hem daar staan. Ik weet niet of je het ziet, maar goed. Maar goed, wat ik dus wou vertellen is dat ik dus ga vloggen voor het V-team, voor mezelf. En dat die vlog niet de aankomende week, maar die week erop online komt. Omdat ik natuurlijk de hele week volgende week in Nijmegen zit. Dus ja, dan is het een beetje lastig om daar een video te uploaden, want ik neem mijn computer echt niet mee. Dus die vlog zul je daarna pas zien, maar verder heb ik eigenlijk niets meer te zeggen. Dus dan zeg ik eigenlijk nog maar één ding en dat is doei! En tot na de Vierdaagse.